Hey, hallo mensen, welkom bij deze nieuwe video van mij. Het is weer de eerste video, zoals jullie waarschijnlijk al hadden gezien, vanwege al de gear die ik aan heb. Vandaag ga ik het hebben over mijn huidige loadout voor begin 2018. Ik zal over alles gaan wat ik aan heb en mijn replica's. Laten we beginnen bij wat ik in mijn hoofd heb. Ik doe even de replica af. Dat is even makkelijker. Op mijn hoofd heb ik een Velcro Tactical Tango Full Face Goggle. Deze sluit helemaal af rondom mijn gezicht. Dus er is geen enkele kans voor de Bibi om bij mijn ogen te komen. En daaronder heb ik een meshmasker een beetje verkleind en vastgemaakt aan de goggle. Zodat die altijd op zijn plek blijft zitten. En ik dus maar één band, alleen de band van mijn goggle, op mijn hoofd heb zitten. Omdat ik het zeer irritant vind om met meerdere banden op je hoofd te zitten. Daarboven draag ik op dit moment een simpele Carhartt muts. Dit heb ik in de winter. Omdat ja, in de winter is het wat kouder. Het is gewoon een standaard kleur groen. Een wat donkerder kleur groen. Wat volgens mij in de winter wat beter past bij de natuur van Nederland. Wat wat grauwer, wat donkerder is. Dat was mijn hoofd. Op mijn borstkas, op mijn middenlichaam, heb ik een 8 Fields. Heel standaard. Dit is niet eens een plate carrier. Harnas, als het ware. Hierop heb ik momenteel 3 magazijnpouwtjes, want ik heb 4 midcaps. Eentje begin ik bij in mijn replica en dan heb ik nog 3 midcaps hier zitten. Ik heb hier een vakje voor waar ik in de zomer een waterfles in doe. Maar hier kan ik eigenlijk voor alles ingooien. En het kan met een elastiek bovenop kan het dicht. Origineel is dit bedoeld voor een radio voor communicatiemiddelen. Hier rechts heb ik gewoon een standaard zak waar ik mijn gele hesje in doe voor als ik geraakt ben om terug te lopen naar de spawn. En links heb ik een heel standaard zwarte dump pouch. Hier heb ik ook nog mijn one point sling hangen waarmee ik mijn replica vasthang. Die heb ik met tie wraps aan de banden van het harnas gedaan zodat die goed op mijn schouders trekt en nergens anders op mijn lichaam. Daaronder heb ik een Emerson Gear Multicam Black Combat Uniform broek en shirt met ingebouwde elleboog- en knieprotectie. En een beetje stretchstof, zodat je niet altijd in de zwarte broek zit. Heel veel zakken, relatief nog comfortabel. Maar vooral ook goedkoop voor de beginnende airsofter zoals ik ook nog steeds ben. Multicam Black is voor Nederland nou niet voor geen enkele plek op aarde echt een goede camouflage voor buiten. Maar voor binnen, wat ik regelmatig doe, in donkere omgevingen is het wel goed. Omdat het bijna helemaal zwart is. Maar toch net niet helemaal, waardoor het toch nog als camouflage werkt. Op mijn heup heb ik nog een Neupril holster voor mijn pistoolreplica. Nou goed, dat was de kleding die ik draag. Dan gaan we nu even praten over mijn replica's. Als eerste mijn M4, mijn hoofdreplica, een M4 AEG. Van King Arms, een King Arms Viltor Vis. Dit is een vrij CQB-achtige replica, dus een vrij korte replica. Hiervoor wil ik deze ook nog gaan opbouwen met een tweede upper receiver en loop voor een wat langere afstanden. Maar voor de CQB binnen skirms is dit een geweldige replica, omdat hij relatief kort is. Maar je kunt er ook buiten nog steeds bij overweg. Momenteel is hij van binnen nog helemaal standaard, dus schiet hij niet super accuraat. Maar ik kan er gewoon nog steeds bij voort en ik raak er wel degelijk mensen mee. Daarbovenop zit een Pirate Arms. Heel simpele red en green dot sight. Hier heb ik eerder een video over gemaakt. Die zal ik in de beschrijving zetten. En ik heb als enige buiten toepassing heb ik een sling point bij de buttstock gemaakt. Zodat ik hier mijn one point sling goed kan doen. Dat hij op een goede hoogte op mijn borstkas hangt. Dan heb ik ook nog een pistool replica in het holster op mijn heup. Dit gaat om een WE-1911B, ofwel Tactical. Hier zit een railsysteempje op. Volledig zwart, behalve de loop. Gas blowback. Pistool. Dus die heeft ook echt een terugslag wanneer het magazijn gevuld is. Hiervoor heb ik 2 magazijnen. Eentje gaat natuurlijk mee in de skirm in het pistool.
De andere zit op mijn tactische vest. Nou, dat was mijn loadout voor begin 2017. De loop van het jaar zal hier veel aan gaan veranderen. Daar zal ik dan, wanneer het erg is veranderd, zal ik daar weer een nieuwe video van gaan maken. Hoogwaarschijnlijk ga ik overstappen op de Flecktarn camouflage van het Duitse leger. Voor meer de beboste gebieden van Nederland en misschien Duitsland ook wel. Ik bedank jullie heel erg voor het kijken van deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Als jullie het leuk vonden, laat er even een like achter. Ben je nog niet geabonneerd? Abonneer dan ook alsjeblieft op mijn kanaal. Dan weet ik dat ik het goed doe en dan zal ik nieuwe video's blijven maken. Maar goed, dat was het voor deze video. Ik zie jullie allemaal weer in de volgende. Ciao!